Goedenavond, dames en heren. En, want dit is de eerste, het eerste gesprek wat we hebben voor Radio Oranje op Betty Asphalt TV. Dus het is natuurlijk wel een heel historisch moment. En we hebben een aantal camera's en vooral een hele fijne gast, Tijmen Dokter. Ja. Zeg ik dat goed? Dat klopt. Ja. Waar woon jij? Ik woon in Houten. Je woont in Houten? Ja. Oh ja. En nu ben je dus hier. Ja. En je studeert nog? Ja, ik studeer geschiedenis. Ja. En daarnaast ben ik theatermaker. Nou ja, en al mijn theaterprojecten gaan niet meer door vanwege corona. En mijn colleges gaan ook niet meer door vanwege corona. Dus nu zit ik hier. Ja, want dat is ook de opzet natuurlijk van ons onderduik televisiestation eigenlijk. Dat de mensen die niet meer op kunnen treden omdat alle theaters gesloten zijn. En bijvoorbeeld ook de schrijvers die een signeertournee hadden dat niet meer kunnen doen, die vragen we hier. En we zijn heel veel dingen van plan. We willen ook nachttelevisie maken uiteindelijk. En ook rechtstreekse televisie allemaal. Want ik denk dat de mensen die nu alleen thuis zitten, want heel veel mensen mogen het huis niet meer uit. Naast de mensen die het huis toch al niet uitgingen, die straatvrees hebben of aan huis gekluisterd zijn. Voor die mensen maken we televisie. En ook voor de mensen eigenlijk die wel heel flexibel zijn. Dus kortom, voor iedereen. Ja. En jij bent de eerste gast. En je hebt ook een liedje, hè, wat je zou kunnen. Of zullen we eerst even nog even een paar koppen doornemen? De kranten, de voorpagina's van de kranten. En dit was eigenlijk de meest extreme kop, een Belgische krant, dat wordt ook in België uitgezonden, Oranje TV, dat is ook wel leuk, Oranje, Radio Oranje op Betty Astor TV. Kijk, deze gaat heel ver. België gaat plat. Ja. België gaat plat. De Trouw, heftig, maar is het streng genoeg? Dus het is ook wel echt Trouw, die toch altijd vraagtekens plaatst, maar een hele betrouwbare krant is. AD. Het zijn allemaal eigenlijk wel vriendelijke koppen. Je hebt niemand die Nederland aanvalt of die de regering aanvalt. Thuis, werken, thuis, uitzieken. Dat lijkt haast heel plezierig. Thuis, werken, thuis, uitzieken. Heel vrolijk komt dat over, vind ik ook. Sociale leven platgelegd, sportwedstrijden afgelast en musea en theaters dicht. Klinkt ook eigenlijk nog wel positief. Iedereen die koortsig is, keelpijn heeft of hoest, moet thuis blijven. Ja, dat is natuurlijk wel het punt dat mensen die een beetje hypochondrisch zijn, die denken meteen. Ik heb het zelf eigenlijk ook wel dat je denkt van, oh, of als je even een kriebel in je keel hebt, ja. Je durft ook niet meer in het openbaar te hoesten. Nee. Want dan denken de mensen ook van, god, die heeft het of zo. Ja. Dat merk je ook wel in het theater. Ik heb nog eergisteren voorstelling gehad. De laatste voorstelling in Noordwijk. En dan speel je en dan hoor je iemand hoesten. En dan meteen merk je dat de zaal. En ik zeg er, ik moet er ook wel meteen wel wat voor zeggen. Goh, jullie denken meteen wel van die heeft het of zo. Ja. Dat is, heb jij dat ook gehad met voorstellingen, dat mensen hoesten in de zaal? Ja, of in de collegezaal, of in de tram, of in de trein. Dat, en je bent meteen verdacht. Nee, vroeger wie was het? Ja, het is wel erg ook hoor. Want de Chinezen die waren natuurlijk al verdacht. Daarna de Italianen. En nou gewoon ook mensen die gewoon hoesten. Ja. Die zijn meteen al verdacht. Maar dit was dus ook dus eigenlijk nog wel een vriendelijke kop. Het parool op de tast zoeken naar wapen tegen corona. Dus deze. Op de tast zoeken naar wapen tegen corona. Dus ook eigenlijk vind ik ook nog wel rustig. Volkskrant. Nederland valt stil. Denk je, goh, wat fijn. Helemaal stille wegen, helemaal geen file. Dus het komt haast positief over. Zoals je vroeger de autoloze zondag had. Ja. Ja, zie je, het is ook mooi. NRC, dit kunnen we alleen samen winnen. Ja, dat is mooi, mooi verbroederd. Mooi, ook ja. Zo. Echt Bert en Ernie, we moeten gewoon het samen doen. Ja. En ook altijd politieke leuzes, hè. Samen zijn we sterk. Ja. Samen zijn we sterk. Ja. Maar dat komt ook heel positief over. Ik wil jou ook wat laten zien. Hoor. Anders dan denkt hij, waarom sta ik hier? En de Telegraaf, die meestal denk je van, nou, dat zal wel het ergste van het ergste zijn. Telegraaf, denk ik, met drie letterwoorden en dan onder elkaar van Nederland aan de rand van de afgrond. Ik kan heel veel koppen verzinnen. Of hoe lang nog, of blijft Nederland overeind? En dat soort koppen zou ik kunnen verzinnen. En dat zet, het is alleen maar, hele land zet zich schrap. Alsof er een storm aankomt of zo. Een hele zoete kop. Hele land zet. Daar ga ik hem niet voor kopen. Hele land zet zich schrap. Het is ook wel heel zoet. Het is ook wel leuk van Nederland.
dat dan iedereen toch elkaar vindt. Dat willen we ook met deze uitzending doen. Dat we ook de linkse mensen, de rechtse mensen, dat iedereen hier welkom is eigenlijk. Dat we weer een saamhorigheid, herrijzend Nederland, dat je dat een beetje krijgt. Maar wel met ook satire, ook een harde satire, maar ook dit. Ja. En je gaat een... nog iets zingen, ik zal de microfoon... Ja, ik ga een liedje zingen. De microfoon bij je gitaar dan ook. Dat is ook even bijpakken. Wat ga je zingen? Ik ga een liedje zingen uit 1939. Van een duo, ze heette Johnny and Jones. Dat waren twee Amsterdamse jongens, die werkten hier bij de Bijenkorf. Oh. En daarnaast maakten ze ook liedjes die ze dan op de radio zongen. En dit liedje gaat over hamsteren. En dat is natuurlijk super actueel, omdat mensen nu om wc-papier en zo aan het hamsteren zijn. Ja. En dat deden ze, in de oorlog deden ze dat ook, voor de oorlog ook. En ja. Toen riepen ze al op van, hey, doe dat nou niet, want er is nog genoeg. En dat ga ik nu weer doen. Ja, nou, fijn. Doe weg die bus met koffie, doe weg die bus met thee. We hoeven niet te hamsteren, de voorraad valt wel mee. Doe weg die fles met olie, doe weg die zak met meel. We hoeven niet te hamsteren, er is nog reuze veel. In ons mooie Nederland, aan de gedempte Zuiderzee, daar eet iedere Nederlander van de grote voorraad mee. De regering heeft gezorgd voor het Hollandse gezin. Niemand hoeft zich bang te maken, sla dus niet onnodig in. Doe weg die bus met koffie, doe weg die bus met thee. We hoeven niet te hamsteren, de voorraad valt wel mee. Doe weg die fles met olie, doe weg die zak met meel. We hoeven niet te hamsteren, er is nog reuze veel. Nou, mooi. Ja, het is heel functioneel. Nu nog inderdaad het liedje met mensen willen hamsteren. Ik dank je voor deze bijdrage en voor het gesprek. En de komende weken, eigenlijk de komende 2 weken, willen we zoveel mogelijk, elke dag zoveel mogelijk uitzenden. Dus door de dag heen. We zijn de hele dag op onze plek. Af en toe komen de gasten. Af en toe wordt er wat uitgezonden. En we hopen op een gegeven moment ook rechtstreeks uit te zenden. Dus ik hoop dat u het ook doorvertelt aan anderen. En dat u ook troost vindt en steun vindt aan deze uitzendingen. Straks ziet u nog dominee Gremlaat. Die gaat elke avond een epiloog doen, een dagsluiting. En dan hoop ik dat u elke dag blijft kijken. Dank u wel voor uw aandacht. En jij bedankt voor je. Als ik even een hand willen geven, maar dan mag dat mag niet.